Met een optocht met muziek en kinderen met versierde fietsen plaatsen traditiegetrouwde gildebroeders van Sint-Antonius op Gilde in Blitterswijk de meiboom op het dorpsplein. Plaatsen van de meiboom in Blitterswijk sinds 1989 een nieuwe traditie. Een nieuwe traditie inderdaad, alleen ik denk dat die al eeuwen oud is, of dat eeuwen oud gebruik is in Blitterswijk, dat durf ik niet zeker te zeggen. Maar inderdaad, sinds 1989 plaatsen wij jaarlijks hier onze meiboom met Koningsdag. Dat doen jullie dus ieder jaar met Koningsdag. Een heel mooi programma is er dan altijd omheen? Ja, we hebben met de plaatselijke jeugd natuurlijk een prachtige optocht die we gezamenlijk gaan verzorgen. Fanfare voorop, jeugd ertussenin, vervolgens het gilde wat natuurlijk de meiboom met zich mee torst. En dan hier op het plein als het ware als afsluiting van het geheel in den top hijst, zoals we dat zo netjes noemen. Dus. Die meiboom die staat nu, hoe lang blijft die nou hier zo staan op het dorpsplein? Nou, in principe, het is meiboom, dus hij moet in de maand mei zeg maar in top zijn. Het is echter wel dat het regelmatig is voorgekomen dat hij de maanden daarna toch ook nog wel staat. Het ligt er ook een beetje aan in wat voor een toestand hij is. Heeft hij nog groene blaadjes, mag hij iets langer blijven staan? Is hij verdord, dan wordt hij op een gegeven moment vanzelf naar beneden gehaald. Dus, Waar komt hij eigenlijk vandaan? Waar gaan jullie die halen? Die wordt speciaal, zeg maar, hier aan de Maaszijde hebben we een perceeltje en daar groeit die. En die wordt speciaal uit een jonge berk wordt die uitgehaald. En wat dat betreft is het altijd de truc om op Koningsdag, wat vroeger dan Koninginnedag was, om ook een meiboom te hebben die ook daadwerkelijk in blad staat. Als je niet in blad staat, kunnen we natuurlijk niks presenteren. Dat is natuurlijk niet mooi. Dus. Een eeuwenoude traditie in Blitterswijk die nog vele jaren doorgaat. Dat hopen we natuurlijk zeker, ja. Ja. En daar zullen we alles voor zorgen dat dat inderdaad gestalte gegeven wordt, ja. U heeft afgelopen week een lintje gekregen van de burgemeester. Ja. Dat klopt. Helemaal onverwachts. Een verenigingsman puur zang hoorde ik net. Ja dat klopt wel. Dat mag gerust gezegd worden. U kunt heel slecht nee zeggen. Wat heeft u bij dit abt voor rol? Op het ogenblik ben ik tamboermeester en leider van de tamboers. Maar voorheen heb ik 25 jaar in de bestuur gezeten. En 25 jaar commandant geweest van het gilde. Ik heb de leiding gehad van de vendeliers, een jaar of 12. En van de drumband heb ik 30 jaar de leiding.